Arno Arts, binnen 30 minuten die deksel op je neus. Dat is niet fijn in zo'n wedstrijd, denk ik. Nee, zeker niet. Maar ik moet zeggen, het wedstrijdje was vandaag, hoe zeg je dat zo mooi altijd, de mannen tegen de jochies, tegen de jongens eigenlijk. En dat was het ook. Ja. Eigenlijk bij de tegenstander vroeg ik van, ja, wat vond je nou van de tegenstander? Dat vroeg ik aan HSC. Toen zeiden ze, nou, een ploeg die doorging, niet schoppen, gewoon lekker voetballen. En dus ook een compliment, hè, ondanks die uitslag. Ja, normaal gesproken, ik gun het deze jongens zo dat we minder complimenten krijgen. En wat meer punten zouden pakken, want ze doen hun uiterste best op trainingen en wedstrijden ook. Kijk, je ziet, het is te weinig wat we kunnen brengen. Geen duels. En op deze wedstrijd kun je wel alles, alle dingen tactisch, ga zo maar door. Maar deze jongens moeten leren, die komen uit de hoofdklasse, de meeste. Die moeten veel dingen leren, ja, en dat gaat niet 1, 2, 3. Nee, dus het is echt de ervaring dat het gewoon niet van de grond komt? Ja, de ervaring. En het is mooi om die jongens om te leren, want nu spelen ze tegen een tegenstander. Ja, dat is een gerenommeerde club hier in de tweede divisie. Ja, en dan komen je tekortkomen en die komen bloot te liggen. En hoe ben je dan deze weken bezig met je team? Hè? Want je staat gewoon onderaan, dat is gewoon een feit. Toen jij ook kwam, wist je natuurlijk al hoe de situatie ervoor stond. Hoe ga je er dan mee om? Nou ja, ik zal positief blijven tegen die jongens, want die maken het seizoen toch af. En je moet je voorstellen dat het een ploeg die normaal gesproken in de hoofdklasse onderaan stond, die moeten kastanjes nu uit het vuur halen in de tweede divisie. En dan gaat de ene week beter dan de andere. Bijvoorbeeld vorige week hebben we tegen GVVV de eerste helft prima gespeeld. Daar zag je nu heel weinig van terug. En het is ook wel wat ze wel eens zeggen met een jonge ploeg. De ene week ga je zitten kijken en dan denk je, jezus mina, die kunnen toch wel aardig voetballen. En de andere week denk je van, ik kan beter met mijn rug naar het veld staan te kijken. Ja, dat was eigenlijk vandaag. Is het dan ook een mentale strijd of hebben jullie dat deel wel een beetje losgelaten? Nou ja, ik denk dat we dat deel wel een heel stuk los hebben gelaten. Omdat deze jongens, die spelen, die hebben eigenlijk helemaal niets te verliezen. Het is niet die ploeg die al murf gebeukt was. En het is niet die ploeg wat eigenlijk tweede divisie waardig was. En dat is deze ploeg zeker niet. En hoe nu naar de komende weken? Wat ga je dan doen? Ben je dan echt aan het richten op volgend seizoen of nog wel op dit seizoen? Beide. We willen dit seizoen zo goed mogelijk afsluiten. En het is mooi leren. En ik moet zeggen bij de jongens, ik heb niets dan lof over de trainingen, hoe ze die ondergaan en beter willen worden. En we willen onze huid zo duur mogelijk verkopen en we blijven positief tegen de jongens. Natuurlijk richten we onze blik ook op volgend seizoen. Dat zullen we moeten. Ja, en het is afwachten met de club Achilles of wij kunnen landen in de derde divisie bij wijze van spreken. En waar je kunt landen om weer een nulpunt te pakken, om weer de boel weer op te bouwen. Of dat nog lager is, dat zal de toekomst uitwijzen. Het is wel knap zo positief blijven. Nou ja, dat is zeker knap, maar je hebt er is geen andere mogelijkheid. Ik bedoel, we weten waar de club vandaan komt. De BV is failliet gegaan. Een heel ander team staat er nu. En voor de club Achilles en voor al die jongens die nu spelen, ja, is het een mooi podium om op te spelen. Maar eigenlijk voor de meesten niet hun niveau.